Naturalistische boeken zijn vrij dik. En dat komt omdat naturalistische schrijvers willen laten zien hoe de mens is. En een deel van wie je bent heeft alles te maken met je afkomst, met wie je vader en moeder zijn of waren. In welk milieu je opgegroeid bent, welke school je bent gegaan, wie je vrienden zijn, etc. En om dat uit te leggen, heb je meer bladzijden nodig. Dus als je het karakter van je hoofdpersoon wil laten zien als schrijver, dan kun je, als je dus naturalistisch schrijver bent, ook heel veel vertellen, moet je ook heel veel vertellen over de ouders van die persoon. Als dat bijvoorbeeld heel gierige mensen zijn, dan is het logisch dat de hoofdpersoon van je verhaal ook heel gierig is. Dat verklaart voor een heel groot deel het handelen van zo'n personage. En ik snap dat schrijvers dat ook prettig vinden. Dat is denk ik ook gewoon leuk als je toch bezig bent met zo'n personage. Dat je ook lekker gaat vertellen over zijn familie en zo. En iemand die dat veel deed, dat is Louis Couperus. Een bekend, berucht voorbeeld is van oude mensen dingen die voorbij gaan. Waarin een hele grote familie verteld wordt en die mensen worden allemaal stokoud. En drie van die mensen, die heten dan ook nog Ottilie. Dus dan weet je op een gegeven moment helemaal niet meer natuurlijk waar je zit in het verhaal. En zo dijt dat verhaal helemaal uit. En dat is prachtig. Maar Couperus, diezelfde Couperus, heeft ook een paar veel kleinere naturalistische romans geschreven. En Noodlot uit 1890 is er daar eentje van. Dit is trouwens een leuk exemplaar met een mooie kitscherige voorkant. Zo ziet het, zou zo bijna een soort van boeketreeks boekje kunnen zijn. Twee van die mannen, of is dit dezelfde of zo, dat weet ik eigenlijk ook niet. Als het goed is, zou het twee verschillende moeten zijn, maar ik vind het ook. En dan zo'n vrouw erbij. Het verhaal gaat over Frank en Bert. Bertie, Robert heet hij eigenlijk. En het idee erachter is, en dat is precies het naturalistische idee, dat als je ergens in geboren bent en je hebt een bepaalde sociale omgeving, dan kom je daar ook eigenlijk niet uit. En een vriendschap tussen twee verschillende mensen is eigenlijk onmogelijk. Dat is de portée van het boekje Noodlot. Frank en Bertie kennen elkaar uit de studietijd. Dat waren toen goede vrienden. Dat mag allemaal tijdens de studietijd. Als je student bent, dan mag je gewoon allemaal vrienden. En later in je leven kom je elkaar op professioneel niveau ook nog een keer tegen. Dus dan onderhoud je daar nog wat collegiale vriendelijkheid. Maar na je studie is ook eigenlijk gewoon wel klaar. Dan gaat iedereen terug naar zijn eigen milieu, gaat terug naar zijn eigen familie, naar zijn eigen afkomst. Dat botst gewoon. En dat zie je gebeuren in Noodlot. Frank is van hogere komaf dan Bert. Bert is ook aan lage wal geraakt. Met Frank gaat het goed. Die woont mooi. En Bert besluit bij Frank aan te bellen om hem tot hulp te vragen. Nou, ze kennen elkaar, wordt hartstikke vriendelijk onthaald. En er ontstaat een vriendschap. En dan weet je natuurlijk al, je weet het al, het boek heet Noodlot. Je gaat geen boek schrijven, sowieso niet, waarbij twee mensen elkaar ontmoeten en die dan hartstikke aardig zijn voor elkaar. En ze leven nog lang en gelukkig. Dat is geen boek, dat wil niemand hebben, krijg je niet verkocht, levert ook een heel slechte film op, gaan we ook helemaal niet doen. Je moet een verhaal hebben waarbij twee mensen elkaar tegenkomen en er moet iets gebeuren. En dat is wat er. Je weet van tevoren natuurlijk ook al dat het misloopt. Alleen de vraag is, hoe loopt het mis? Als je nog eens een boek schrijft of een film maakt en die heet Titanic en het gaat inderdaad ook over dat schip, dan weet je ook al de afloop. Hè? Maar dan, hoe vertel je dat verhaal dan? Wat gebeurt er op die boot? Het zou ook heel verrassend zijn als je een film zou maken, Titanic, en die boot komt wel aan in New York en ze leeft nog lang en gelukkig. Dat is ook wel verrassend, maar dat is eigenlijk niet. Dat willen we eigenlijk ook niet. Dus hier ook zo'n verhaal over twee vrienden. En ik kan je verklappen, het gaat mis. En het mooie van Noodlot is dat het dus een wat dunner boekje is. En toch staat er alles in. De hele eigenlijk naturalistische filosofie over hoe mensen handelen. En waarom handelen zoals ze handelen. Hoe zit die psychologie? Couperus heeft voor elkaar gekregen om dat in een beperkt aantal bladzijden. Dus 150 of iets dergelijks. 158. Nou, dan gaat dat voorwerk gaat er ook nog wel af. Zeg maar 150 bladzijden. Krijgt voor elkaar om een volledig beeld te geven van Frank en Bertie en waarom dat het ook misgaat en hoe dat het misgaat. Hoe dat loopt, bijzonder knap gedaan. Het leest echt gewoon ook goed. Het is
soms wel vrij informatiedicht, hè, want Kopperes gaat niet uitweiden over hoe het allemaal precies zit. Hij veronderstelt ook wel een aantal dingen bekend. Dus dat is toch een kwestie van geconcentreerd lezen. En dat zit er vervolgens allemaal in. En het is een prachtig verhaal over vriendschap tussen twee mannen. Het begint bij een oprechte vriendschap en het eindigt super ellendig. Kortom, ja, dit is echt een fantastisch boek.